Hier bevinden zich de twee sauna's. Individueel te bedienen door de bewoners. Eentje ingesteld op 90 graden, eentje ingesteld op 80 graden. Nou, na de sauna lekker even douchen. Ontspannen bij het raam in het zonnetje. Dus wat willen mensen nog meer? Lux! Live in de Fast Lane, het snelle leven hier in Detroit. Zo, nou hier bevinden we ons in het fitnessgedeelte. Mooie apparatuur. De bewoners kunnen dus dagelijks hier vrij gebruik van maken. En datzelfde geldt uiteraard ook voor het zwembad op de achtergrond. Even tijdens fitness de televisie aan, muziek of het journaal volgen. 'S Morgens voor het naar het werk gaan en 's avonds lekker naar het werk ontspannen. Heerlijk ontspannen wonen in Detroit. Is er in Amsterdam ruimte voor dit soort luxe appartementen? De vraag in Amsterdam is een van de grootste in Nederland. De vraag is 3, het aanbod is 1. En met name in ons segment, dus het kwalitatieve huursegment, dus een segment wat de laatste 5 tot 10 jaar in opkomst is, dat doet het heel goed op hele goede locaties. Hier bij Detroit Boston aan het IJ is zo'n locatie. Als wij de juiste kwaliteit leveren met de fitness, de leisure, met de gastenverblijven, met de service en met alles wat met domotica te maken heeft, dan is daar een grote markt. En het blijkt ook uit de verhuurcijfers. Normaal lopen wij in 1 jaar vol. En nu hebben wij in 5 maanden al een bezettingsgraad van 70%. Ik vind het pand mooi van buiten, van binnen. Ja, als je gewoon binnenkomt lopen, dan heb je echt het gevoel van luxe en dat blijft. Dat heb je als je het pand binnenkomt lopen, dat heb je als je hier de woning binnenkomt lopen. Ik heb een geweldige keuken. En natuurlijk de fitnessstudio's, zeker het zwembad. Hoe is dat? Ja, geweldig. Als je een beetje van sporten houdt, dan is dat heerlijk dat je gewoon met de lift naar beneden kunt. En ik sport zelf eigenlijk 3 keer per week. En dan scheelt het ook heel veel tijd. We hebben een druk leven. We werken alle twee, mevrouw en ik werken alle twee, allebei ons eigen bedrijf. En, ja, we hebben hier natuurlijk de mogelijkheid om gebruik te maken van de bezorgdiensten, de stomerij en alles wat maar, zeg maar op die manier mogelijk is. Je zit hier op 5 minuten bij het Centraal Station en je zit ook binnen 5 minuten op de A1 met de auto. Ik moet zelf voor mijn werk ook veel reizen, dus ik ben zo op Schiphol. Ik werk ergens in het Gooi, dus ik ben ook zo op kantoor. En ja, dat is gewoon geweldig, want ik heb gewoon geen files en ik woon in Amsterdam. Life in the fast lane. Ja, zoiets. Dat betekent dat de mensen, de jonge mensen met name, die hier komen, dat die gegrepen worden door de goede architectuur, door moderne architectuur, door de ruimtelijkheid in het gebouw, maar ook door de mogelijkheden die die diensten bieden. Dus jong en oud, maar met name ook jong, dat wil graag fit blijven. Ze willen nou eenmaal en 's morgens vroeg even snel die duik in dat zwembad. Ze willen als ze 's avonds thuiskomen de boodschappen vinden. En daarmee zijn ze eigenlijk veel flexibeler nog in hun hele dagelijkse leven. Dus ze zijn niet meer aan vaste uren gebonden en ze vinden toch alles wat ze nodig hebben. En daar spelen wij op in. Wij waren de enige architect die een volledig nieuw bouwgebouw moest maken. Want de anderen hadden telkens de combinatie met een bestaand pakhuis. Terwijl bij ons was het Vrieshuis Amerika was afgebroken. Maar in de schaal van het gebouw heb je eigenlijk dat aan de kade het silhouet van die bestaande pakhuizen terug wordt opgepakt. En dat we in diezelfde lijn mee staan. Terwijl dat je pas terugliggend het gebouw echt de hoogte ingaat. En anderzijds was de regels geïnspireerd op eigenlijk de Amerikaanse hoogbouw van de jaren 20-30, zogenaamde zoning law. Die erop neerkomt dat als het ware elk gebouw zoek je naar een maximaal volume dat je kan bebouwen. Maar procentueel, hoe hoger dat je gaat, bouw je minder. En dat vanuit het centrum, vanuit de kavel. Met als doel dat je wel een maximaal volume bouwt, maar zo weinig mogelijk licht en zon wegneemt van je buren.
En dat hebben we heel letterlijk vertaald door wat je ziet, het hoogste punt zit in de kern van de kavel. En door de schuine lijn te introduceren, heb je juist dat het zonlicht, dat dus aan de andere kant van het gebouw is, daar is het zuiden, juist heel diep tussen de gebouwen kan doordringen en je eigenlijk ook maximaal je gevels richting het zicht op de binnenstad, richting de zon richt, terwijl dat we aan de waterzijde juist de breedste gevels hebben om daar even goed weer de meeste ramen met zicht op het water te kunnen maken. Zo, dit is het terras van de modelwoning. 75 vierkante meter groot. Er zijn 14 appartementen totaal die beschikken over een terras. Variërend in grootte van 20 tot 220 vierkante meter. Aan onze rechterzijde bevindt zich de slaapkamer. In deze woning ingedeeld als één slaapkamer. Op wens van de bewoner kan het ook worden ingedeeld met twee slaapkamers of helemaal geen slaapkamers. Omdat het allemaal loft apartments zijn in Detroit. Aan onze linkerkant is de keuken. De keuken is voorzien van luxe apparatuur, keramische kookplaat, vaatwasser, koelkast, magnetron, oven. En ook voor de keuken geldt, die kan op wens van de huurder verplaatst worden. Dus de bewoner kan zelf kiezen waar die gezet worden en hoe die gezet worden. De bruto huurprijs voor deze woning bedraagt €2.200. Dat is een huurprijs inclusief alle faciliteiten, inclusief de servicekosten en een privé parkeerplaats in een ondergelegen parkeergarage. En die hoge huren? Ach ja, maar daar krijg je ook weer veel voor terug. Toen wij aan het rondkijken waren waar dan de beste opties lagen, liepen we ook tegen dingen aan dat we zeiden van nou, hier wordt dan gestoffeerd, verhuurd. En dat betaalden we dusdanig, moesten we dusdanige bedragen betalen waar we absoluut niet de faciliteit hadden die we hier hadden. Want wat kreeg je hier? Nou, we hebben letterlijk alleen de vloerbedekking neergelegd en voor de rest was alles gewoon klaar. We konden ons eigen huis helemaal indelen. We konden kiezen of we twee slaapkamers wilden hebben of vier. De keuken waar we die wilden hebben, dus dat was voor ons een optimaal comfort en precies aansluitend eigenlijk bij onze behoeften ook om snel eruit te kunnen uit ons andere huis en hier in te trekken. Waarom zwart? Eigenlijk hebben we hebben gedurende het proces verschillende kleuren overwogen. Maar uiteindelijk vonden we hier in deze omgeving, vlakbij het water, dat eigenlijk ook heel sterk die grijs-zwart tinten heeft. Het indrukwekkendste aan heel het gebouw vind ik ook het contrast tussen binnen en buiten. Dat glazen interieur, die zwarte buitenkant. En dat zou je met een andere tint baksteen veel minder extreem kunnen onderstrepen. Hè? Ja, we hebben bewust voor gekozen om juist in het atrium alle gevels van de woningen naar het atrium helemaal in glas uit te voeren. Op die manier krijgen de woning, zeker de bovenste lagen, heel veel licht ook vanuit het atrium naar binnen. En 's avonds heb je juist het licht vanuit de woningen naar buiten toe dat je ziet schijnen, waardoor je echt een spel krijgt van wie is er thuis, wie is er niet thuis. We wilden graag echt zetel en tapijt hier in dit atrium brengen, omdat het eigenlijk de gemeenschappelijke huiskamer van alle bewoners is. Enerzijds hebben we voor een tapijtontwerp gekozen van ons kantoor dat qua kleuren met dat wit-zwart hier perfect paste. En anderzijds een zetel van Hofman, een ontwerp uit 1901. Dus we denken als zo'n meubel de eeuwigheid kan trotseren, hopen wij dat met ons gebouw te doen. We hebben het ook letterlijk opgevat als één gebouw. Dus oud en nieuw zijn met dezelfde trappenhuizen ontsloten. En het principe achter het gebouw van de woningen, dat loftprincipe, is in beide delen toegepast. En dat maakt het eigenlijk tot een heel bijzonder project. Het is ook zo opgezet met deze koer dat je, zeg maar, als je in de nieuwbouw bent, ook altijd de oudbouw ervaart. Het is altijd als één geheel te zien. En je gaat eigenlijk naar binnen, of je nou woont in het oudbouw of in de nieuwbouw, je gaat altijd in hetzelfde gebouw naar binnen.
En dat verrijkt eigenlijk. Dus nieuwbouw en oudbouw samen, dat is de kracht van het project. We staan hier op het dak van het pakhuis. En hier is goed te zien hoe de nieuwbouw schijnbaar boven het pakhuis zweeft. En we hebben tussen het pakhuis en de nieuwbouw hebben we twee woningen op het dak van het pakhuis gezet. Die dus helemaal met glas gemaakt zijn om de twee mooi los van elkaar te houden. En om dit overstek van die nieuwbouw te maken hebben we een hele bijzondere betonconstructie gemaakt. Dat is ook een van de redenen dat het project de betonprijs gekregen heeft. Die bedoeld is om zeg maar, bijzonder gebruik van beton in gebouwen om een prijs voor te geven. Een bijzondere constructie is dat hier onder dit hele stuk staan vier grote kolommen die helemaal vrijgehouden van het pakhuis er doorheen gaan. En er is dus een hele grote overspanning tussen die kolommen gemaakt. Eigenlijk is het te beschouwen als een groot viaduct wat hierboven gemaakt is. Mensen die zijn gewoon mondiger geworden, die hebben ideeën over hoe ze willen wonen. En ik denk ook zeker dat dit uitgangspunt navolging zal krijgen, veel meer navolging. Keuzevrijheid is gewoon een van de belangrijke items in woningbouw aan het worden. Het leuke van de woningen in Boston zijn de schuifbuien. We hebben de puien, die kunnen als een harmonica open. Dus op een mooie zomerdag, dan zegt u van ik doe de pui open en dan heeft u een enorm groot inpandig balkon. Dit soort woningen, heeft dat de toekomst? Klopt, mevrouw Ravenkamp, dit is al de toekomst. U ziet hè, dat die vraag is zoals die is. Alleen die vraag wordt naar onze mening nog groter. Ik kan zien wie op bezoek is geweest, terwijl ik niet thuis was. Ik kan hier de zonnewering naar beneden laten gaan. Of ik kan hier gewoon eventjes buiten kijken. Dat duurt even. En dan heb ik via de webcam, die denk ik op het dak staat, kan ik zien wat voor weer het is. En dat vind ik geweldig. Ziet u een nieuw type bewoner ontstaan? Nou, een nieuw type bewoner. De samenleving verandert. Dat gaat niet van vandaag op morgen. En ik geloof ook dat we niet moeten praten over nieuwe types, maar andere behoeften van onze jonge, maar ook van onze oude mensen. Ik ben een jongere oudere, maar ik zie ook dat ik op een andere manier leef dan mijn ouders 30 jaar geleden. Dus we kunnen veel meer van dit soort appartementen verwachten? U kunt er in Amsterdam tenminste 4000 verwachten, ja. Jullie hebben het gezien, het is gewoon één groot luxe paradijs. En het is toch erg leuk dat je jezelf daarop kunt verwennen. Beetje filmsterrenleven. Ja, dit is het leven zoals ik ooit 10 jaar geleden gedroomd had. Ik heb 10 jaar geleden een keer een film gezien. En toen dacht ik van, dat is gaaf. Zo'n appartement wil ik. Ja, dit is het.